Hallo, dit is de Bloomer 1. En de Bloomer 1 is een van de eerste lampen die we eigenlijk gemaakt hebben om bloei te stimuleren. En dan vooral met dieprood en verrood. En het is eigenlijk alleen maar stuurlicht. Het is een heel klein lampenpitje, 5 watt, met een transparante koker. Om eigenlijk al het licht eruit te krijgen wat er in de lamp zit. En zo efficiënt mogelijk te maken. En het bevat dus geen blauw of groen. Dus het is eigenlijk vooral een stuurlicht om planten te laten strekken. Of om de bloei van een plant juist te stimuleren of juist tegen te gaan. We hebben oorspronkelijk deze gemaakt voor kwekers in Vietnam, samenwerking met de universiteit al daar. En ja, we hebben tegenwoordig af en toe krijgen we vragen hierover. En ja, deze lampen zijn nu op dit moment uitverkocht. En we zijn ook wel bereid om deze opnieuw te produceren. Alleen dan zouden we waarschijnlijk wat meer vermogen willen. Omdat dat iets is waarvan we denken dat is meer. Ja, er zijn meer toepassingen dan mogelijk om bijvoorbeeld op een grotere afstand te hangen of ja, minder lampenpunten te hebben. Maar deze hebben we ontwikkeld om energieverbruik heel laag te houden en vandaar ja, dat de wattage 5 watt is. Ik kan laten zien wat het lichteffect is. Het is dus relatief rood, om het zo te zeggen. Rood met ja, heel veel verrood ook. En het rode is anders dan het normale rood in bijvoorbeeld een slimme lamp of in een ja, huiskamerlamp. De golflengte van die rode kleur is anders. Ik heb hier een spectrometer en daarmee kan ik het even meten. En dan kan ik het spectrum laten zien. Dat heb ik hier. Hier ziet u het best, ja, eigenlijk de ratio bevat heel veel dieprood en een ja, klein aantal. Verrood licht en daarmee is het dus een echte stuurlamp. Hier is de kleurcoördinator, je kunt het ook zien, bevat zich echt in de rode hoek. Dus ja, voor het menselijk oog is het wel heel erg rood. Dus het is eigenlijk alleen ja, geschikt om te gebruiken aan het einde van de dag of bijvoorbeeld in de nacht als u de nacht wil onderbreken. En als u het niet erg vindt om rood licht te zien, dan zou dit een oplossing kunnen zijn. Nou, mocht u vragen hebben over deze ja, lampenpit, om het zo te zeggen, 127 lamp, of ideeën hebben, dan kunt u ons altijd benaderen. En we kijken graag met u mee en kijken wat we voor u kunnen doen.